Wat heb je ook alweer gekocht? Een grote, hele grote beer. 10 bubble teas daar, 10 lumpia's, Patat? Patat? Dit is de mooiste markt van Enschede. Ja? Ja, echt waar. Ja? We staan hier nu voor, ik denk voor de 5e keer. Ja. Maar dit is geweldig. Ik denk dat we wel een kraam vol verkocht hebben. Heel gezellig. Ja, toch. Goed verkocht. Lekker weertje mee. Vanaf hoe laat zijn jullie hier al dan? 6:30. 6:30? Wij waren de eerste vanochtend. Ja, je huurt de kramen, je gooit er alles op en je ziet wat de dag vandaag wordt. Het was super gezellig. Ja. Leuk om weer te staan na 3 jaar, na de corona en heel erg naar mijn zin gehad. Maar wat maakt deze plek nou zo speciaal? Ik denk toch wel de mensen, de wijk, die leuke woningen hier en de hofjes. Dat zie je niet zoveel meer. Ja. Dus het lijkt net een dorpje op zich in een grote stad. En heeft hij zelf ook nog even over de markt gestraat? Ja, natuurlijk. Ja. Kom er meer thuis dan ik ben gekomen. Het huis ook wat leger? Ik er niet. Nee? Nee, ik maak hem weer volle. Nee, ik ben de goedkoopste. Jullie zijn de goedkoopste? Wij zijn de goedkoopste hier. Ja. Tuurlijk. Ja, er hoeft geen winst gemaakt te worden als het maar gezellig is. Dat bedoel ik. Wat verkoop je dan zoal? Alleen maar porselein. Vaak is het mensen die wat missen van het servies en dat kunnen wij dus dan aanvullen. Wat verkopen jullie precies? 3D geprinte fidgets, speeltjes, diertjes. Ja, dat wordt allemaal gemaakt met een 3D printer. Ja, dit is wel een van de grotere dingen. Er zijn de draken, het is heel gedetailleerd wat je hierin ziet. En hier doet de printer ongeveer een 12 uur over om dit te printen. Ja. En dit zijn ook dingen die heel goed bij de kinderen vallen. De draak. En het is heel flexibel, dus dat doet het ook altijd goed. En hebben jullie ook gespeeld hier? Ja! Spreekt u! Hoe ging dat dan? Ja! Nou.